Dit is een video over de spelmodus en een huisbouwer op de server van Pro Games HD 2012. Hallo mensen van Pro Games HD 2012. We gaan weer Minecraft spelen, daar zijn we weer. Nou, ik ga dit huis afmaken. Dus ik pak een stuk hout. Andere houtmateriaal. Veel beter moet het gaan. Oh, ik sta nog op slash V, dan slash V. Dan gaan we hier hier het dak nu doen. Ik hoef het deze niet te doen. Keer, weet je wat ik doe? Ik ga weg. Weg. Het is zo gemakkelijk. Je kan het zo makkelijk niet gaan bedenken. Maar ik doe gewoon met een bel pakken. Dan ga ik gewoon Word Edit gebruiken. Hoe eerder hoe beter. Zo. Dan doe ik slash slash. Want. Nee, geen slashes van. Slash slash. Zet. Plank. Als het goed is, is het huis dan bedekt met hout. Ja. Maar aan één kant even kijken wat hier precies staat. Ik kan echt het hele huis bekijken. Er moet aan één kant een deur komen, maar dat kan niet. Het komt een beetje op een rare plaats, de deur. Nou, even dit weghalen, zie je? Zo. Dit heeft allemaal weg. Zo. Het komt een beetje op een rare plaats. De deur komt namelijk hier. Zo. Dan de deur pakken. Hier is de houten deur. Zo, ik kan zo naar binnen. Hier. Maar een beetje aan de rare kant. Maar het is niet anders. Ik vind het wel leuk dat ik een beetje aan die kant heb. Oh ja, maar even kijken. Hier gaan we nog verder wat bouwen. Nou, ik ga nog meer hout pakken. Want ik ga niet verder met de bovenste etage. Er komt nog een etage bij. Anders staat het andere tegelijk met dit. En dat is niet mooi. Daarom maak hem gewoon weer even lekker. Zo, ga gewoon af. Maar alleen daar aan die kant. Er is wel iets gebeurd. Daar is wel mijn plank overheen gegaan. Maar het komt nog hier. Ik moet gewoon houtstukken dus komen. Dus dan weet hij dat. Oh ja, dan ga ik even met jullie verder hebben over de ProGames 2012 server. De whitelist staat er ook weer op. Dus. Had ik je dat al verteld of niet? Nou, had ik verteld, is dit nog een keer herhalen. De whitelist staat erop. Plaats voor 10 personen. We kunnen maximaal 10 mensen erin. Dus. Maar dit is wat probleempjes met IP. Mijn port forward is kwijtgeraakt. Dus ik moet hem even opnieuw port forward. Het is wat misgegaan. Hij wil de andere IP niet opstarten. Doe de Pro Games. Het IP met hoofdletter P en dan Pro Games 2012 en dan punt god nog schuim boven streepie gaming.org wil die niet doen. Nou, dat is het server IP van deze server. Daarom om te spelen, maar die werkt even niet, dus dan ben ik even aan het kijken of ik hem ik ben echt druk mee bezig om dat weer goed te krijgen, dus het moet even tijd hebben voordat ik dat weer goed heb gekregen. Voorlopig kunnen we wel lekker op deze server gaan spelen. Want hier is de plaats voor 10 mensen. Maar de limiet ga ik voor jullie verhogen naar 20 personen. Nu is het nog 20. Maar ga ik straks de server uitzetten. Ga ik hem op 20 zetten. Nu is het nog 10 bedoel ik. En daarna ga ik hem op 20 zetten als de server uitgaat. Dus onze plaats voor 20 personen. En als en komt er niet, ik krijg ook een nieuwe PC. Dus dan zijn er wel plaats misschien voor 50 personen. Wel plaats. Maar of er zoveel op deze server komen, ben ik bang voor niet. Maar we gaan wel regelen dat er misschien wat meer komen. Dus het is een hele leuke server. De server is erg mooi. Als jullie op deze server komen, gaan jullie echt verbazen hoe mooi de server is hoor. Dat is echt heel mooi, deze server. Ik kijk in de server, mag dat van mij? Dit weekend, aanstaand weekend, zet ik zaterdag de whitelist eraf.
Deze zaterdag mogen jullie van mij joinen wat jullie willen. Het hele weekend mogen jullie joinen wat je wil. Dus je kan gewoon joinen wanneer jij zin hebt om op deze server te spelen dit weekend. Maar op deze, daar meer over. Dus de video van vrijdag hoor je daar meer over. Dan krijg je updates. Oh ja, en je kan gasrollen sturen. Gasrollen moeten over Minecraft gaan. Het moet een Minecraft video gaan. En dan komt het op maandag, dinsdag of vrijdag je video online op ons kanaal. Dus dan kan je dat gewoon lekker doen wat je wil. Dus wel Minecraft video. Als je geen Minecraft hebt, moet je me even overleggen. Doe je even een andere game voor ons. Dan plaatsen we die wel in. Want de geen Minecraft dagen. Dat is dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Nog een keer herhalen. Dinsdag geen Minecraft video. Donderdag ook niet. Zaterdag en zondag ook niet. Dus dan kan je, als je geen Minecraft hebt, dan plaats ik die video van jou als je een gasrol stuurt naar mij een van die dagen. Dus dan weet je dat ook weer. Hoef je geen zorgen te maken. Hey, mijn video komt niet online. Oh, waarom heb ik hem nou niet geüpload? Hij komt er wel online. Hij wordt gepland geüpload. Op datums op ons kanaal. Dus je hoeft geen zorgen te maken dat je video niet online komt, want die komt er wel online. Zie je? Hoef je nooit zorgen te maken voor ons. Wij letten daar heel goed op wanneer je video online komt. Als je video niet online komt, dan mag je mij maar geel geven. Als het niet online komt, mag je boos zijn. Want dat is mijn eigen schuld dat ik het niet gedaan heb. Het kan best zijn dat iemand dan boos is als ik het niet gedaan heb. Maar ik doe het altijd. Ik ga voortaan jullie video's gepland uploaden. Dat betekent dat ik hem op een datum zet. Wanneer die zelf openbaar gaat. Meestal zet ik dat hij 12 uur openbaar gaat. Als jullie op school zijn, gaat hij vaak al openbaar. Video's gaan 12 uur vaak openbaar. Zo stel ik hem ook in. Omdat je hem later kan kijken. Als school begint, ga ik hem wel wat later instellen. Dan stel ik hem in dat hij 6 uur openbaar gaat. Nee, 4 uur dan. Als school weer begint. Stel ik in dat hij 4 uur openbaar gaat automatisch. Het is nog geen schoolweek, dus dat doe ik nu nog niet. Nu kun je nog voorop video's kijken. Voor mij, er komen nog goed nog video's. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er geen... Hey, Westie, upload geen pro, geen video's meer. Nee, gamen blijf ik altijd doen. Heb ik al gezegd tegen iedereen. Gamen blijf ik altijd doen. Zolang ik leef. En dat zou ik echt nog blijven doen, want het is gewoon echt mijn lievelingsding. Gewoon dim. En ook nog uitbetaald krijg ik ook nog voor. Dat is helemaal mooi, maar daar moet een partnership voor hebben. En daarover kun je meer te horen in andere video's. Dus want je hebt zo verschillende netwerken waar je aangesluiten. Ontzettend veel. Dat moet je niet geloven. Hoeveel dat is, wil je niet weten. Nou. Zie je, dan ga ik hier nou allemaal dit mooi maken hier. Zo, nou heb ik dit gedaan. Nou ga ik weer wand doen. Dus, weer naar de zijkant. Ik ga hier naar de zijkant. En dat doe ik zo. En dan ga ik naar de andere kant. Tik ik hier aan. En dat doe ik. //zplank. Komt de plank overheen. Zo, weer. Dan ga ik naar beneden hier kijken even. Zie je, even kijken wat we hier iets moois kunnen maken. Dan maak ik even kijken hoe we dat gaan doen. Hier zit glas. Even kijken. Nee, kijk, ik moet even dit even regelen. Oh, dat je hier maak ik een ladder. Dus hier kan je dan omhoog. Om op het dak te komen hierboven. Dus even kijken. Waar ga ik even mijn ladder? Even ladder zoeken. Het is een hele mooie taxi pack. Nee, dat is fout wat ik doe. Nee,
Het moet tegen het plafond aan zijn. Nee, dat regelen we nog even een andere keertje. Maar zet even glas terug. Dit regelen we nog wel een keertje. Zo. Nou, bedankt mensen voor het kijken naar het video. Of tot de volgende keer. Houdoe.